Hallo iedereen en welkom terug bij een nieuwe Minecraft video op het kanaal. Vandaag spelen wij weer heel erg leuk Minecraft. En ik heb al wat steen gehakt vanochtend. Dus er is alweer wat bijgekomen. Dat torentje vind ik zo lelijk. Echt, het is zo'n lelijk klein hondentorentje gewoon, echt. Niet normaal. Dus deze wil ik eigenlijk vandaag afbreken. Ik ben er helemaal niet tevreden mee. Kijk, je kan in de toren, maar hij heeft verder geen nut. Dus laten we daar alvast lekker mee gaan beginnen. Nou, dan zijn we nu maar weer lekker terug hier. Zo, even lekker de oventjes vullen. Je hebt al lekker veel stone geproduceerd. En met dat stone ga ik nu nog even niks doen, want ik vind het ongelooflijk irritant dat ik niet gewoon al mijn meuk erin kan dumpen. Dus wat we dan doen is, maak even wat plankjes, twee kissies. Maken we precies twee hoppertjes. Dan pakken we weer even twee kissies erbij. Zo. Nou, die kunnen lekker de hele tijd steen gaan smelten. Dat komt wel goed. Dan kunnen we met wat we hier hebben, denk ik, ook wel alvast even verder gaan aan de muren en de torens van het kasteel. Want anders komt dat ook nooit een keertje af. Voor mij kan je nu ook gewoon echt wel een solide rondje lopen. Je kan hier naar de toren, die is de grootste toren, uittrektoren. Gaat dit worden of zo van brug? Kunnen we hier helemaal naar deze hoek toe lopen? Het is de hoek hier bij dat huis en zo. En dan lopen we zo door hier naartoe. Ja, met deze hoek. En dan kunnen we weer doorrennen naar deze hoek. En dan moeten we hier omhoog. Kunnen we over de poort heen lopen? Kunnen we naar beneden? En dan zijn we bij de deur. Dus je kan al een rondje lopen binnen de muren. Zonder beschoten te worden is een tweede vraag. Maar in ieder geval zonder dat er mobs zijn meestal. Nou, en dan zijn we wel weer terug eigenlijk van het murenbouw. Ik heb even geslapen. Die muur, dat is eigenlijk hoe hoog ik ze uiteindelijk wil hebben. Dat we zeg maar daar nog over de muur heen kunnen lopen. Dat we dus nog schietgaten hebben voor pijlen en bogen. Alleen, ik vind het zo irritant dat hier nog steeds mobs doorheen kunnen lopen. Dus waar ik aan zat te denken, was om gewoon even één stukje mos te plaatsen. En dan even allemaal van die. Zo, hebben we ook meteen. Oh, die flowering azalea trees, die zijn echt mooi, hè. Die zijn echt mooi. Ik ben zo blij dat ik dit soort, dat je dit soort meuk gewoon allemaal lekker kan krijgen uit zo'n, uit die chests, hoe heette die? De
gekregen uit het schip hiernaast. En overigens heb ik vandaag de game geüpdate naar 1.19. Dus dit wil zeggen dat we lekker in de 1.19 mapjes zitten. En voor bewijs. Even kijken, waar stond dat ergens in het scherm? Moet nu ergens 1.19 staan. Ja, bovenin daar. Minecraft 1.19 Optifine. Want ja, die is ook al uit. En daar ben ik oprecht blij mee. Oh nee. Oh nee. Het gaat vooral ook even om de moss carpets, want daar kunnen mobs niet overheen lopen. Dus het goed is als we dit doen, kunnen wij er gewoon overheen. We kunnen zombies en zo kunnen er niet overheen. Zo, het is een mooie boom. En precies er tegenover. Ook weer zo'n mooie boom. Oeh, oeh. En natuurlijk, ja, je kan zo'n boom houden, maar ze zijn eigenlijk net, ja, te wild, vind ik zelf. Dus wat ik ga doen, is ik ga alle blaadjes er even lekker afhalen. En dan kan ik die op stokjes neerzetten. En dan zijn de boompjes wat smaller. Maar dan hou je nog steeds boompjes. En dat is uiteindelijk waar het toch wel een beetje om draait. Ik mis ook nu een beetje de aankleding van het kasteel. Het is nu allemaal zo leeg en eigenlijk veel te standaard. Zo, oh, wat zijn die mosblokken toch fijn om te hebben. Jemig. Want eigenlijk wil ik een soort van plantenbakjes hebben. Eén, twee, drie. En dan staat dan ook niet echt ver uit elkaar of zo. Zo. Azalea leaves, oh wat mooi. Zeg maar gewoon, van, zo zouden er op zich wel drie kunnen, maar dat je gewoon even van die wat strakkere boompjes hebt. Gewoon, niet omdat het er mooier uitziet of zo, maar gewoon omdat het even beter past in een... oh, dat is nou juist niet wat ik moest doen. Die moet... Hier. En dat het allemaal even wat strakker is, zeg maar, hier. En dan zou ik eigenlijk ook nog het gras hier even moeten boommielen. Dat kan nog niet overal. En dan wat hoger gras weer slopen. Opa, wat mooi. Dit is nou wat je nodig hebt. En dan kunnen hier op zich gewoon voor de grap gewoon twee fences. En dan ja, dan heb je hier van die vreemde hoekjes eigenlijk. Wat willen we daar met, wat zal ik daar eens mee gaan doen? En willen we ook een kopie van die aan deze kant? Of zal ik hier... Nou, hier zo, daar gooi ik hobaaltjes neer. Dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dan kom je binnen en heb je twee lantaarnpaaltjes die niet echt prachtig zijn. Maar ze doen wat ze moeten doen. En dan hebben we hier... Hebben we... Ja, eigenlijk drie kleine boompjes en een hoopje troep.
En ik kan hier ook nog eigenlijk. Ik mis eigenlijk ergens waterstroompjes of zo. Ja, oh, nu komt er echt zo'n idee me op, maar dat kost echt veel steen. En dat gaan we lekker uitvoeren nadat ik heb geslapen. En dat komt zeker nog deze video, want het is veel te leuk om te laten liggen. Zo. Heb ik eventjes een shovel nodig. Ik heb het nog nooit gezien op internet. Maar het lijkt me eigenlijk een best wel geinig idee. Maar ze vertelt, het zijn altijd de kleine details die het leuk maken. En dit is toch wel een klein detail. En het wordt er toch oprecht wel wat leuker van. Hier was ik natuurlijk helemaal vergeten om een beetje bosjes overheen te plakken. Dit is dan een beetje te veel, maar... zo. En dan ook een struik met een beetje... bloemetjes er doorheen zo. Nou, dit ziet er toch wel grappig uit op zich. Dat is wel, dit zijn wel echte toevoegingen aan het kasteel. Jemig. En er is weer heel veel gebeurd vandaag. Dat is echt... een onberechte mening. Er is echt, echt veel gebeurd. En ik ben eigenlijk nog niet klaar. Dus ik maak nog even af met wat ik in mijn hoofd had. Dat worden paaltjes toch? Ja, zo. Ups, even twee paaltjes. Zo. Zo. Eigenlijk kunnen dat dan beter... zo laten lopen. En heb ik helaas nog maar één torch. En moeten het eigenlijk lanterns zijn. Dus ik plaats ze maar even lekker niet. Dan kunnen we op die hoekjes kunnen we nog een keertje torches zetten. Of nee, niet torches, maar lanterns. En dan ziet het er, wordt het ook nog een beetje verlicht. Als het goed is kunnen mobs hier niet overheen. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van lifehack. En dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker. En dan gaan we volgende aflevering weer lekker verder bouwen aan het kasteel. Later.